aanwezig is, terwijl ze aan het werk komen. Nou, wij staan hier vandaag vanwege de Wereldarmoededag. De Verenigde Naties heeft in het verleden de 17e oktober uitgeroepen tot Werelddag tegen armoede. En daarom staan wij met een aantal organisaties vandaag hier op het Land van de Markt om wat aandacht te vragen voor de armoedeproblemen in Arnhem, maar ook wereldwijd. En wat hopen jullie met deze dag en met dat jullie hier staan te bereiken? Nou, we hopen in ieder geval te bereiken hè, dat in een maatschappij waarbij het allemaal steeds individualistischer wordt, dat we toch ook een beetje om elkaar denken. Een heel groot gedeelte van de bevolking in de derde wereld heeft geen zuiver drinkwater, heeft te weinig te eten. Dat wordt in de toekomst denk ik alleen maar erger. Maar ook in Arnhem hebben we hier voedselbanken voor mensen die gewoon te weinig te eten hebben. En als we kijken wat voor bezuinigingen er zijn, nou, dan is het heel goed als we ons daar met z'n allen ook van bewust zijn. Daarnaast vinden we het belangrijk dat mensen ook producten kopen, waardoor een eerlijke prijs betaald wordt voor de arbeid die eraan gedaan is. Dus fair trade producten. Vandaar ook dat we hier met de Kamer van de Wereldwinkel staan. En je kunt hier chocolade kopen, je kunt hier Max Havelaar koffie kopen. En we hopen dat mensen dat ook gaan doen, bijvoorbeeld straks ook met Sinterklaas. Dat ze echt fair trade chocoladerepen gaan kopen. Dat iedereen een beetje bewuster wordt van. Ja, dat is de bedoeling. Ja. En zoals vorig jaar is er de Fairtrade winkelroute geïntroduceerd. Merkt u nou dat er met vorig jaar en dit jaar veel verschil is met de hoeveelheid winkels die zich daarbij aansluiten? Het aantal winkels is behoorlijk uitgebreid. En ik denk ook dat de acties gepast geweest zijn. Hè, waarbij Jan Pronk hier geweest is en waarbij die winkelroute weer opnieuw geopend is. Ja, dat ook helpt. En het is wel aardig dat je ziet dat er steeds meer bedrijven zijn die zeggen, nou, ik vind het toch wel belangrijk om daar iets aan te doen. Lunchrooms, koffie gaan schenken, kledingzaken, allerlei zaken die toch mee willen doen. En ook snappen dat het misschien ook wel heel belangrijk is om juist in die niche zaken te doen voor mensen. En producten te laten verkopen. Dus het is wel groeiend in onze beleving. Je ziet ook dat steeds meer gemeentes in hun inkoopbeleid zich richten op fair trade producten. Daar worden gemeentes ook voor benaderd en Arnhem loopt daar ook in mee. Ja. En wat ook heel fijn is, is dat Arnhem ook millenniumgemeente geworden is. Hè? Want er zijn een achttal millenniumdoelstellingen die in 2015 gerealiseerd zouden moeten zijn. 2020, nou, of we dat halen weet ik niet, maar daar is armoede er een van. Daar is ook bij onderwijs voor alle kinderen van de hele wereld. Daar is ook bij minder sterfte hè, van vrouwen in het kraambed, dus dat de gezondheidszorg beter wordt. Nou, en een van die doelstellingen is Wereldarmoededag. En dat is de reden dat we vandaag op Wereldvoedseldag en Wereldarmoededag hier in het kraam staan. Die steen, ja, het lijkt een echte steen. Het is geen echte zwerfsteen, het is een replica van de echte steen. De echte steen met het opschrift armoede is onrecht en eist verzet ligt bij het pleintje voor de Walburgerskerk. En andere jaren, vorige jaren, hadden we op 17 oktober daar altijd een bijeenkomst. Op 17 oktober, hè, de Wereldarmoededag. Maar vorig jaar hebben we met een aantal organisaties besloten om hier op het Land van de Markt te gaan staan, omdat we dan veel meer mensen bereiken. Maar die steen is dus te vinden bij de Walburgerskerk. Die heeft daar een eeuwig plekje gekregen. En daar gaat het uiteindelijk om. Armoede is onrecht. En die eist ook verzet dat we daar tegenop komen om te zorgen dat dat minder wordt over de hele wereld. En ook. Ja.